Goed, allereerst wil ik iedereen die naar deze uitzending kijkt heel hartelijk welkom heten. Ik hoop dat u geniet van de muziek en de meditatie. En ik hoop dat het ons mag helpen om na te denken over de betekenis van Pasen voor onszelf. Zodat we in deze bijzondere tijden rust en kracht mogen ervaren. Ik ben Marjan van der Bent, voorzitter van de Seniorenbond in Ommen, de KBO-PCOB. Wij zijn een bond van actieve senioren en houden in normale tijden interessante en gezellige ledenmiddagen. Ook maken we ons sterk voor de belangen van de senioren. We zijn een organisatie die haar identiteit en inspiratie vindt in de Bijbel. We staan open voor christenen van Rooms-Katholieke en Protestantse komaf. Kerst en Pasen zijn twee belangrijke feesten in het christelijk geloof. Daarom zijn we als bestuur blij dat we een paasviering kunnen verzorgen. In 2019 zijn we begonnen met het houden van de paasprins. De leden konden deelnemen aan een verzorgde lunch en tegelijkertijd werd de lunch omlijst met meditatie en muziek. Dat kan nu natuurlijk niet en daarom heeft het bestuur van de KBO-PCOB een ander plan bedacht. Onze 380 leden krijgen op de donderdag voor Pasen een geschenktasje bezorgd door vrijwilligers van de afdeling. En in dat tasje zit allerlei lekkers voor een fijne lunch thuis. Tegelijkertijd wordt op donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 april en zaterdag 3 april telkens om 11 uur 's morgens de paasviering uitgezonden. Die zijn we nu aan het opnemen. En op de televisie via Vechtdal Leeft, zodat ook senioren zonder internet dit kunnen meemaken. En ondanks het gemis van de ontmoeting op onze bijeenkomsten, biedt de moderne techniek toch een mogelijkheid om iets voor elkaar te betekenen. Ik wil ook iedereen hartelijk bedanken die zijn medewerking aan onze viering verleent. Het thema van deze viering is: Zie het Lam Gods. Of zoals in de katholieke liturgie gebruikelijk is in het Latijn, het Agnus Dei. En waarom nu net dit thema? Vorig jaar kocht ik een huispaaskaars. Je ziet hem daar staan. Eigenlijk zomaar in een opwelling. Ik kreeg een folder van Kerk in Nood toegestuurd en zag de afbeelding. Een lam, een kruis, een jaartal, in dit geval 2020. Zo simpel lijkt het. En toch gaat het zo diep. De kaars staat in onze kamer en elke dag zie ik de afbeelding, het lam en het kruis. Het lam van God. Het raakt mij en daarom heb ik voor deze meditatie het thema Lam van God, oftewel Agnus Dei, gekozen. En in deze meditatie, voorafgaand aan Pasen, mogen we ontdekken wie het lam voor ons wil zijn. Graag wil ik eerst voorgaan in gebed. Trouwe God en Vader in de hemel, we mogen in deze viering bij u komen. We danken u dat u ons deze mogelijkheid geeft. We danken u dat u naar ons wilt luisteren, Heer. Wij zien u niet, maar wij weten dat. Heer, en wij vertrouwen in alles op u. We vragen of u onze nabijheid wil zijn. Vanmiddag bij de opname, bij de mensen thuis die kijken naar deze opname. Heer, het is alles in uw hand. Wij weten niet wat er te gebeuren staat, maar we vragen u of u ons dicht bij u wilt houden. We vragen een zegen over iedereen in zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Heren, in de noden van ons leven en in de nood van deze wereld, wees u nabij. We mogen u ook danken voor alles wat u ons nog geeft en voor het perspectief dat we met Pasen mogen ontvangen. Amen. Dan luisteren we nu naar het lied van Sela met de titel Agnus Dei. En in die tekst komen de drie elementen van het Agnus Dei, het Lam van God, naar voren. Dat is als eerste het Lam van God dat de zonde van de wereld draagt. Het tweede, ontferm u over ons.
En het derde, geef vrede. Het Lam van God, waar leren we hem kennen? Dan neem ik u graag mee naar de Bijbel, naar het Evangelie van Johannes. Johannes geeft zijn getuigenis over wie Jezus is en hoe hij, Johannes, daarachter is gekomen.
Ik lees Johannes 1, vers 29 tot en met 37. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei, na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er voor mij. Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen, opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden. En Johannes getuigde, ik heb de geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien en ik getuig dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. We gaan nu luisteren naar een hele mooie combinatie van liederen waarin het Lam wordt geprezen en verheerlijkt. Thank you.
Eigenlijk is de Bijbel een spannend boek. Je blijft je verbazen over de vele invalshoeken en verhaallijnen. Neem nu het Evangelie van Johannes. Daarin vinden we niet het verhaal van de geboorte van Jezus, waar de andere evangeliën mee beginnen. Geen kerstboodschap dus. Maar wel vraagt Johannes naar de persoon van Jezus. Hij begint een beetje filosofisch. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En in het woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen. Johannes stelt zich voor als getuige van het licht. Hij bouwt zijn verhaal op. Het woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. Gaat het dan om Johannes zelf? Nee, Johannes maakt aan de Joden heel duidelijk dat hij niet de Messias is. Johannes bereidt de weg voor. Ik doop met water, maar in uw midden is iemand die u niet kent. En de volgende dag is het dan zover. Johannes ziet Jezus en hij stelt hem op een bijzondere manier voor. Daar is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat is een treffende en kernachtige omschrijving van de reden van de komst van Jezus. Zoals er vroeger in de tempel lammeren geofferd werden, zodat het volk vergeving kon ontvangen, zo kun je zeggen dat Jezus als Lam van God aan het kruis werd geofferd. Daarmee nam hij de schuld van de mensheid op zich. En ook in de tijd van Johannes was het eerst niet helemaal duidelijk wie Jezus was. Jezus komt naar hem toe en Johannes herkent hem. Daar is het Lam van God. Kreeg Johannes een heldere ingeving of gedroeg Jezus zich heel bijzonder? Nee, Johannes luisterde naar de stem van de Heilige Geest. De Geest was als een duif op Jezus neergedaald. En dat was voor Johannes voldoende om te getuigen dat Jezus de Zoon van God was. Dat is belangrijk voor ons. Zo maakt God zijn plan aan ons bekend. God kiest zijn eigen weg om zijn belofte waar te maken. Want dat is een vaste lijn in de Bijbel. Het plan van God wordt hoe dan ook realiteit, op zijn manier. En al vanaf het begin van het Oude Testament spreekt God zijn beloften uit. En telkens weer worden die op allerlei manieren werkelijkheid. We zien dat bij de uittocht uit Egypte, bij de intocht in het beloofde land, in het leven van Mozes, David, Elia en vele anderen. En zelfs na de Babylonische ballingschap komt er toch het moment dat het volk Israël terug mag keren. God heeft de regie. Hij laat ons telkens tekens van hoop zien. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar dat is het niet. Want wat Jezus doet is voor ons van levensbelang. Hij draagt de zonde van de wereld. Hij neemt die op zich. Waar moet je dan aan denken? Aan alles wat wij verkeerd doen. Aan onze onmacht, onze schuld, het onrecht, ziekte, misstanden, rouw. In Ommen zijn twee stapels stenen. Bij het water langs de Vecht staat het anker van de samenloop voor hoop. Met zoveel stenen van mensen die hun verdriet uiten om een geliefde die is overleden. En voor de gereformeerde kerk aan de Bouwstraat is in het begin van de coronacrisis een stapel stenen neergelegd. Met wensen en gebeden van heel veel mensen. En die stapel ligt er nog. En telkens weer wordt die vraag gesteld. En dat is een vraag die de eeuwen doorgaat. God, waarom? God, waarom? Waar bent u? In dit gedeelte van het Evangelie van Johannes krijgen we een antwoord. Hier laat God zien wie en wat hij is. God komt in de meest pure vorm naar ons toe. Zijn Zoon doet wat wij nooit en te nimmer zullen kunnen doen. Jezus neemt de last van onze zonde op zich. Zo ontfermt hij zich over ons en over onze wereld. Hij geeft zichzelf.
En dat mogen we heel diep tot ons laten doordringen. Het betekent niet dat ons leven van een leien dakje gaat. Dat weten we allemaal wel. Het betekent wel dat Jezus met ons meegaat. Hij draagt onze stenen. Als je moedeloos bent of te maken hebt met verdriet, dan mag je tegen Jezus zeggen: wilt u mijn steen dragen? Die steen die mij zo zwaar valt. En zo kun je in gebed al je stenen bij Jezus neerleggen. En dan wordt het een handvat in je leven. Jezus draagt mijn zwarte steen. Ik sta er in dit leven niet alleen voor. Dat heeft Jezus met zijn lijden en sterven voor ons bereikt. Dat is zijn ontferming. En zo is Gods plan. En wie Jezus volgt, krijgt dit geschenk. Een geschenk van vrede die alle verstand te boven gaat. Maar dat is nog maar het begin. Het Paasevangelie strekt nog veel verder. Het reikt tot in de hemel. Want Jezus heeft de dood verslagen voor eens en voor altijd. Jezus is opgestaan uit de doden en teruggekeerd naar de hemel. In het boek Openbaringen, ook geschreven door Johannes, lezen we over die toekomst die Jezus als het Lam van God voor ons bereid heeft. We lezen daar: want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal er niet meer zijn. Dat is ons perspectief. En daaraan mogen we voor nu en altijd onze kracht ontlenen. Dat is ons fundament. Dat geeft ons leven licht en vrede. Halleluja. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor. Dank en eer. Amen. We luisteren nu naar lied 575, vers 1 en 6. Thank you.
Het lam. Als Jezus zegt, ik heb je lief, ik droeg voor jou je zonden, wie houdt je dan nog langer vast, aan ketenen gebonden? Is het de slang die telkens roept, je bent te min voor God? Zie dan op het kruis en zie hoe het lam daar leed en werd bespot. Het was niet voor niets dat hij dit leed, hij streed daar ook jouw strijd. Hij vraagt jou slechts, geloof in mij, laat los en word bevrijd. We luisteren nu naar een kinderlied wat zo heel vrolijk en vrij het feit belicht dat de steen van het graf is weggenomen. Een steen op het graf, die kan er niet af. Iedereen treurt. Iedereen treurt. Maar kijk eens wat er is gebeurd. Kijk eens wat er is gebeurd. De steen is weg. De steen is weg. De weg is vrij. De weg is vrij. Het graf is leeg. Het graf is leeg. De pijn voorbij. De pijn voorbij. Want Jezus leeft en de steen is weg. Weg. Een steen op mijn hart, zo zwaar en zo zwart. Het komt nooit meer goed. Het komt nooit meer goed. Maar kijk eens hier wat Jezus doet. Kijk eens hier wat Jezus doet. De steen is weg. De steen is weg. Mijn hart is vrij. Mijn hart is vrij. Ik voel me nieuw. Ik voel me nieuw. God is bij mij. God is bij mij. Want Jezus leeft en de steen is weg. Dan wil ik de afsluiting graag met u het Onze Vader danken en daarna luisteren nog naar het paaslied bij uitstek, U zij de glorie. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel zoals ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.